Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik een oogschaduwpaletten met jullie testen, namelijk het Bloom Eyeshadow Paletten van Max & More. Dit is het oogschaduwpaletten, dit is een low budget oogschaduwpaletten wat Action sinds een tijdje verkoopt. En als ik er naar kijk vind ik hem al fantastisch. Maar het leek me leuk om dit paletten met jullie te gaan testen. Om te kijken van wat vind ik nou van dit paletten. En hoe is de kwaliteit van de oogschaduw. Dus ik ga je wat meer vertellen over dit paletten. En ik ga er dus een ooglook mee maken. Dus mocht je benieuwd zijn naar wat ik van dit paletten vind. Zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, het paletten is gemaakt van heel erg stevig karton en eigenlijk als je ernaar kijkt ziet hij er gewoon fantastisch uit. Ik word er heel erg blij van. Ik vind ook echt dat de make-up van de Action de laatste jaren zoveel verbeterd is. Als ik kijk naar de beginperiode waarin Action make-up verkocht, was het eigenlijk 9 van de 10 keer niet echt een succes. En als ik kijk naar wat ze op het moment verkopen, ben ik gewoon echt... heel erg blij als ik deze producten zie. Het paletten is ook heel goed gesield. Ik heb de sealing al wel open gemaakt. Maar hij zit dus normaal gesproken aan de achterkant vast. Met een soort van scheurrandje. Die kun je dan openmaken. En dan gaat hij open. Als je dan ook het paletten openmaakt, zeg maar. Je kunt dus in de winkel wel in het paletten kijken. Maar je kunt hem niet swatchen. Dus dat is natuurlijk wel ideaal. Op de achterkant van het paletten staat wat meer informatie. Er zitten 21 kleuren in en je kunt ze zowel nat als droog gebruiken. Er staat verder geen... er staat ook een ingrediëntenlijst op. En hij is ook nog eens vegan en dierproefvrij. Nou, dan word ik helemaal blij, want ik hou daarvan. Dit zijn de kleurtjes die er ook in zitten. Die kun je op de achterkant zien. Er staan ook bij passende namen bij. Dus dat is wel super fijn. Het paletten sluit door middel van een magneet. Dus als je hem open doet en je klikt hem dicht, gaat dat gewoon heel soepeltjes. Als je het paletten open doet, heb je hier een hele grote spiegel. Die is ook nog heel goed beschermd, want er zit nog een plaklaagje overheen. En dan zijn dit de kleurtjes. Wat ik ook heel erg tof vind, is dat... het mooie motief van de voorkant helemaal doorloopt naar de binnenkant. Dus dat is natuurlijk gewoon super leuk. Ik word gewoon heel erg blij als ik naar dit paletten kijk. En ik denk ook zeker dat je echt wel verschillende looks kunt maken met dit paletten. Ik ga in deze video gewoon één ooglook maken. Omdat ik vind het zelf niet zo mooi om met twee verschillende oogdingen kleuren rond te lopen. Maar omdat ik dit palet ook nog ga reviewen op mijn blog, ga ik van de week dus ook nog een andere look maken. Maar goed, vandaag maak ik één look met dit paletten. En ik ga gewoon even een paar kleurtjes swatchen. Ik ga ze niet allemaal swatchen, want dat is altijd heel erg lastig. Maar ik ga gewoon even een paar kleuren oppakken, zodat we al kunnen kijken van wat is het pigment. Ik neem eventjes een paar shimmer kleuren, maar ook een paar matte kleuren. Die ik dus nu op mijn hand swatch. Dan kun je al zien dat dicht de pigmentatie is. Dat ziet er eigenlijk al wel heel veelbelovend uit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de kleuren op mijn ogen zullen zijn. Ik ga jullie even inzoomen en dan gaan we gewoon maar eens eventjes een ooglook maken met dit paletten. Zo, jullie zijn ingezoomd. En ik ga allereerst beginnen met dit kleurtje. Dat is deze. Dit is de naam Silk. En daarmee ga ik gewoon even mijn ogen afpoederen. Want ik heb zeg maar al wel een oogschaduwbasis en zo aangebracht. Dus het gaat nu gewoon puur even om het afpoederen. Ik ga gewoon even het spiegeltje gebruiken wat in het paletten zit. Ik gebruik mijn Real Techniques kwasten. En ik doe dit gewoon even zodat zeg maar alles toch een beetje afgepoederd is. En dit leek me wel gewoon een hele mooie... transparante kleur om daarvoor te gebruiken. Dus dat gaan we gewoon even doen. Ik doe meestal een laagje of twee en dan het gaat gewoon puur er even over dat erom dat je zeg maar niet meer echt een heel erg plakkerige ogen hebt door je primer. Dan ga ik even kijken. Ik denk dat ik wel een beetje voor een donkere look wil gaan. Denk ik.
Ik ga ook even kijken hoe de kleur heet. Ik ga beginnen in de arcadeboog met nummer 7. Dit is Sludge. Dus daarmee ga ik mijn arcadeboog een beetje aanzetten. Ik pak mijn kwastje. En daar ga ik in. Hij is best wel donker, moet ik zeggen. Je ziet hem al wel komen. Het is niet een hele intense kleur, maar dat hoeft op zich ook niet, want ik ga er daarna toch nog met een kleur onder werken. Maar je ziet hem al wel opkomen en dat vind ik wel heel erg mooi. Ik doe het ook altijd een beetje met ronddraaiende beweging, al ga ik hem straks natuurlijk nog helemaal inblenden. Maar eigenlijk heeft hij met twee laagjes, vind ik, allemaal best wel mooi opgebouwd. Want je ziet al gelijk kleur komen. Dus dat vind ik wel echt super, super mooi. De kleur daaronder die ik ga gebruiken is deze. En dat is lavender. Dat is ook een paars kleurtje. Die ga ik dan net aanbrengen onder de kleur die ik net heb aangebracht. Ik pak daarvoor ook een wat puntiger kwastje, zeg maar. Zodat je een beetje de overloop mooi krijgt. En kijk eens hoe intens hij al wordt op het kwastje. Vind ik wel heel erg mooi. Ik ga trouwens de kleuren alleen droog uitproberen. Dus niet nat. Want dat is over het algemeen ook niet echt mijn intentie wat ik heel fijn vind. Ik denk zelfs dat deze wel een beetje te licht is voor onderkleur. Maar ja, straks met blenden wordt de overloop dan wel weer heel erg mooi als het goed is. Nou, je ziet hem wel, maar hij is wel wat lichter als de kleur die ik daarboven heb gebruikt. Dus eigenlijk had ik dan beter lavender hierboven kunnen aanbrengen. Maar goed, ik heb nu gekozen voor dit. En het is ook natuurlijk een soort van first impression. Dus we moeten gewoon kijken van welke kleur past goed waarbij. En het is nu gewoon iets wat ik uitkies. Maar eigenlijk gewoon met meer laagjes komt de kleur heel mooi tot zijn recht, moet ik zeggen. Dus hij bouwt wel op. Ik vind dat spiegeltje nu wel super handig ook hierin. Ik heb nu hier iets meer laagjes aan dit oog aangebracht. Dat ga ik nu ook even aan mijn andere oog doen. Ja, ik vind hem op zich niet verkeerd hoor. Ik vind hem wel mooi. Dan pak ik eventjes een blendingskwast. Dan ga ik eventjes het even allemaal iets zachter maken. Zodat je de overloopjes wat mooier ziet. Je moet niet te hard blenden, want ik zie wel dat de kleurtjes dan wat meer vervagen. Maar die kun je natuurlijk altijd weer opbouwen. Dus dat is op zich niet echt een heel erg groot probleem. Maar eigenlijk voor de arcadeboog vind ik hem al wel heel erg mooi. In de buitenste ooghoek ga ik deze kleur gebruiken. En dat is Magnolia. Ook een beetje een paars kleurtje, want ik blijf nu een beetje in de paarse tinten, dus die ga ik daarvoor gebruiken. Dus ik pak weer een kwastje en die gaan we dus nu een beetje in de buitenste ooghoek aanbrengen. Die is gewoon ook wat donkerder. Je ziet ook gelijk weer dat hij goed opneemt, dus dat is natuurlijk top. Ik ben op zich ergens ook wel benieuwd wat de kleuren doen als ze zeg maar nat zijn. Maar ik vind het altijd een beetje een zooitje worden in je paletten. Dus het is niet iets wat direct mijn aandacht heeft om te gaan doen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik doe hier gewoon even lekker wat meer laagjes op, zodat de kleur lekker opbouwt. Nou zou je natuurlijk de kleuren nog intenser kunnen maken door een cut crease te maken, maar ja, ik heb daar niet zo heel veel zin in. Dus dat doen we gewoon even niet. Ik moet zeggen dat ik hem echt heel erg mooi vind. Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Ik heb nu wel lekker veel laagjes opgebracht, maar
dat vind ik het leuke met spelen met oogschaduw. Je kunt het zo lekker opbouwen natuurlijk. Ja, echt heel erg mooi. Ja, dit zijn wel oogkleuren waar ik ook van houd hoor. Die gaan we dan ook gelijk eventjes blenden. Want blenden is het leven, zeg ik altijd bij oogschaduw. En eigenlijk ziet hij er daarna nog steeds mooi op. Dus dat is gewoon top, moet ik zeggen. Op het bewegend ooglid ga ik deze kleur aanbrengen. En dat is de kleur Bloom. Dus die ga ik aanbrengen. Die heeft eigenlijk al best wel veel pigment. Dus... ja, ik doe hem eigenlijk een beetje deppend en dan heeft hij eigenlijk niet al heel veel laagjes nodig, heb ik het idee. Want hij zit er eigenlijk al best wel vlotjes op. Ik vind hem wel echt super mooi ook. Ik vind hem wel echt goed passen bij deze ooglook. Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind hem echt mooi overkomen bij de andere kleuren. Dus ik ben hier eigenlijk ook wel echt super, super tevreden over. Dus ja, heel erg mooi kleurtje. De laatste stap die ik nog even wil doen, dat is eigenlijk een beetje highlighten aan de binnenkant van mijn oog aanbrengen en op het wenkbrauwbod. En daar heb ik deze kleur voor gekozen. En dat is nummer 3 en dat is Angel. Dus ik ga even kijken of dit een beetje een goede highlighter is. Dat weet ik natuurlijk niet van tevoren. Maar deze ziet er wel een beetje uit als een highlightertje. Hiervoor gebruik ik ook een heel dun kwastje. Hij is niet super highlighter. Maar het is ook niet verkeerd. Ik kan niet zeggen dat dit ziet er niet uit of zo. Dus op zich is het wel oké. Sommige paletten die hebben gewoon echt een hele lichte kleur, zeg maar. En dat heeft deze niet echt. Maar dit was wel echt een beetje een shimmer kleurtje waarvan ik dacht die zou prima als highlighter kunnen. Want de tweede kleur die vond ik wat te donker die erin zit. Ja, en ook dit bouw ik gewoon altijd een beetje op. Dus het ligt er echt aan hoe een kleurtje is, maar... Daarom gebruik ik ook altijd hier een heel klein kwastje voor, omdat je eigenlijk nooit heel veel nodig hebt. Het gaat er gewoon net omdat het allemaal wat strakker is, zeg maar. Nou, de oogschaduwlook is nu in ieder geval af. Ik ga eventjes de look nog helemaal afmaken met mascara en een eyeliner en een oogpotloodje. En dan kom ik daarna even bij jullie terug. En dan kunnen we even zien hoe de complete look eruit ziet. Nou, jullie hebben net eventjes in een overview kunnen zien hoe de look er in totaal uitziet. Nu er ook een mascaraatje, een eyelinertje en een oogpotloodje op zit. Maar ik ben echt super verrast door dit palet. De pigmentatie is heel erg goed. Je kunt hem eigenlijk heel erg mooi opbouwen. Ja, er zitten eigenlijk gewoon heel veel verschillende kleurtjes in. Dus eigenlijk voor iedereen wel wat wils. Ik vind het ook een palette wat... niet zo standaard is. Heel veel paletten die hebben gewoon een beetje van die standaard kleurtjes. En dat merk ik bij dit palet niet. Hij heeft wat uniekere kleuren. Ja, ik vind de namen ook super leuk. Ze hebben alle kleuren hebben een aparte naam gekregen. Het enige wat ik misschien dan toch een beetje mis is een echt highlight kleurtje. Want
Het kleurtje wat ik nu had gebracht kan wel, maar hij had van mij nog iets lichter mogen zijn. Maar dat is dan ook het enige. Ik vind dit paletten gewoon echt fantastisch. Nou, je ziet nou ook misschien even hoe de binnenkant eruit ziet nadat ik het paletten heb gebruikt. Je ziet eigenlijk dat hij nog wel netjes is. Je ziet hier en daar wat, wat poeder, maar eigenlijk ziet hij er nog steeds heel erg mooi uit. Ja, ik kan dit paletten gewoon zeker aanraden, want dit paletten kost letterlijk €3,95. Dus je hebt een prachtig paletten voor nog geen €4. Ja, ik vind hem echt fantastisch. En ik zou echt zeggen, Action, blijf zo doorgaan met mooie palettes maken, want ik ben in ieder geval een heel groot fan. Ik hoop in ieder geval dat jullie het ook leuk vonden om te zien wat voor look ik heb kunnen maken met dit paletten. En ja, het was ook voor mij de eerste keer dat ik het paletten testte. Dus het was voor mij ook een beetje zoeken van wat vind ik mooi. Net zoals ik straks al zei, het kan zijn dat jij totaal niet van deze ooglook qua kleuren houdt. Is ook helemaal niet erg, maar ik heb nu gedaan wat ik zelf heel erg mooi vond. Ik ben eigenlijk zelf wel heel erg benieuwd of jij dit paletten al hebt. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video zegt van goh, ik zou hem wel eens willen proberen. In deze tijd is het natuurlijk een beetje lastig omdat de winkels gesloten zijn. Maar ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd of dat jij interesse hebt in dit paletten of hem zelf ook al hebt en net zo enthousiast bent als ik. Ik ga in ieder geval nog heel veel mooie ooglooks maken met dit paletten en ik heb echt weer een fantastisch paletten ontdekt. Ik wil je bij deze dan ook in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje met mijn gezicht drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button en als je die aanklikt, ben je gratis geabonneerd. Daarnaast staat ook nog een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En dan wil ik je gewoon heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!